Hoe gaat het nou met de Edenaren en daartussenin te wonen? Ja, dat is een hele goede. Edenaren laat zich ook niet heel makkelijk definiëren. We hebben inderdaad, dat is ook iets wat het landelijke nieuws vaak oppakt, uh -huh. we hebben wat tegenstellingen in onze gemeente. Onze gemeente is groot en er wonen inderdaad mensen die wat zwaarder op de hand zijn. Op onze dorpskern bestaat bijna uit 70.000 man. Waarvan veel nieuwe Edenaren ook waar vandaan. Die. die ja, die laten zich niet heel goed definiëren. Maar we zijn net als elke andere 100.000 plus gemeente. We zijn wel toe aan, aan een verzetje in het weekend. En we, en we willen graag elkaar ontmoeten. Dat zie je ook uh, de laatste jaren. Ook bij evenementen en bij festivals. En mijn oproep is ook. Uh, ontmoet elkaar. Ga naar de Blues afgelopen zondag. als was een schitterend voorbeeld. Als je met dit mooie weer en met die uh, grappige muziek. Uh, jezelf niet hebt laten zien. Ja, dan heb je kans uh, laten lopen. Ja. Eet, eet op rolletjes. Hè? Dat is ook zo'n goed voorbeeld. Hè? De, 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 de schitterende culinaire leuke dingen. Muzikale, maar ook voor een bepaalde andere leeftijdscategorie. We hebben veel gezinnen, veel jongelui hier in Ede. dus Summerlovers of andere type evenementen, waar wij, waar wij misschien ons, onszelf minder mee vermaken, maar waar we wel schik hebben, omdat er een bepaalde doelgroep zo goed bereikt wordt. Nou, dat evenementen aanbod gaat steeds beter in Eden. Ja, wij proberen daar ook iets uh, ja, te stimuleren. Dat klinkt raar alsof je mensen moet stimuleren om ergens heen te gaan, maar we willen ook mensen attenderen ergens op. En we vinden het ook zo leuk als mensen uh, elkaar treffen buiten het uh, uh, ja, wonen, werken en, uh, en het normale sporten. Uh. Het is leuk om elkaar te ontmoeten. Want je... Dus je zet vooral in op evenementen en zorgen dat dat. Ik zeg niet dat we urban moeten worden. Maar het nee. zou wel leuk zijn als je gewoon spontaan met goed weer een terrasje oploopt. Dat je ook mensen tegenkomt die, die je eigenlijk alleen maar met, met de afsluiting van de Heideweek treft. He, ja. Je kunt elkaar vier keer per jaar treffen en net zo'n leuke avond hebben. Want dan heb je in ieder geval alle onderwerpen nog, uh, nog open. Ja. Wekelijks zou je mij niet horen zeggen. <laughs> maar uh, je houdt je wel intensief bezig met de evenementenkalender. Nou. Ja, wij, uh, uh, niet alleen door ze bij te wonen en daarvan te genieten. Kijk, wij hebben. Uh, bij de lokale politiek kan het zijn dat je niet alleen op een programma stemt, maar ook op een manier van in het leven staan. Wij proberen dat ook uit te stralen bij onze lokale groep. Wij willen graag op een bepaalde uh, we genieten van het leven, en dan stralen we uit. En dat geeft ook een, uh, onze levenshouding, onze levensvisie is ook, uh, is ook positief. En dat vinden wij ook leuk om uit te stralen naar anderen toe. En evenementen is, vinden wij de, de mooiste kruiwagen om elkaar te ontmoeten. Uh, de, 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 dat kan in de sportkantine ook zijn. Hè? De, de, er wordt genoeg georganiseerd. Het is uh, uh, niet alleen natuur en het is niet alleen uh, een rustige zondag. Het is veel meer dan dat. Het is gewoon een, een enorme dynamische uh, stad aan het worden. Dat was het. We gaan even luisteren weer naar de muziek. Hier komt JJ Kale met Carry On.